De coalitie stemde eergisteren tegen de aanwezigheid van Hugo de Jonge in het debat over de mondkapjesdeal, ondanks zijn actieve rol in deze zaak. In hoeverre is het volk nog vertegenwoordigd, vraagt NLP-deskundige Igor van Kaam zich af. Hij ziet de trend waarbij de coalitie stevast oppositieverzoeken blokkeert en daarmee dus ook het eigen beleid beschermt. Ja, het was een puinhoop. Eergisteren in het debat. We zien natuurlijk, ik volg dat heel graag. Ik kijk veel politieke debatten en het is soms echt hilarisch en chaotisch. Maar dit was er wel weer een die de boeken ingaat voor 2022. Wat speelde er? Siewert van der Linde was notabene op de publieke tribune aanwezig om te debatteren over de mondkapjesdeal en hoe ver de arm van Hugo de Jonge in die deal zat. Daar is een mijlendik rapport over geschreven. Minister Halders die kon niet helemaal, van medische en sportzaken, volgens mij als ik het goed uitleg, die kon niet helemaal daar de harde conclusie uit trekken dat Hugo de Jonge de driving force was achter die mondkapjesdeal. Die Siewert van der Linde om niet zou doen. Dat was een liefdadigheidsproject. Maar per ongeluk, per ongeluk hield hij daar toch 10 miljoen euro aan over. Die hij waarschijnlijk weg heeft gesluist naar de bitcoins. Dus daar is inmiddels nog 1 miljoen van over. Dat even tezijde. Maar Caroline van der Plas doet vervolgens een oproep, een verzoek. Niet zozeer een motie, maar een verzoek. Van zullen we anders Hugo de Jonge erbij halen? Dat heeft hij al eens eerder gedaan. Hij heeft ook altijd gezegd, ik ben bereid om daar vragen over te beantwoorden. Daar is stemming over geweest. Chaotisch overigens, want de voorzitter wist helemaal niet hoe dat moest. Omdat er ook, het is een commissiedebat en afgesplitste partijen mogen in zo'n commissiedebat geen stem uitbrengen. Die zijn daarin stemloos. Dus die eerste telling ging mis. En na heel veel gedoe werd er een tweede stem gedaan. En daaruit bleek dat, natuurlijk dankzij de coalitiepartijen, want iedereen was voor, behalve CDA, VVD, D66 en ChristenUnie, omwille van het feit dat de minister die hele verantwoordelijkheid niet meer bij Hugo de Jonge ligt, om hem daarover niet als mens, als persoon, als hoofdgetuige, als dealmaker aan de tand te voelen. Weet je ook waarom dat zo is? Formeel hebben ze gelijk. Formeel is het zo dat de minister is verantwoordelijk. En op het moment dat jij een ministeriële portefeuille overneemt, dat heeft Kuipers gedaan van de jongen, dan draagt hij die zorg. Maar het was ook een beetje onduidelijk. Zit nou minister Van Rijn in destijds, want die is ook inmiddels vervangen. Zat die nou achter die deal of was het Hugo de Jonge? En Hugo de Jonge heeft de verschijn van belangenverstrengeling wat tegen zich. Want die kende Siewert al uit het CDA-clubje. Heeft hem ook geïntroduceerd. Heeft af en toe nog eens een sms'je gestuurd van, joh, help die jongen nou, een oude jongens krentenbrood. Heb je ook gezien die WOP-verzoek, of die WO-overzoek? Ja. Eigenlijk is zijn rol super duidelijk. Over de exacte inhoud valt natuurlijk te twisten. En dat stukje twijfel, dat wordt door de coalitiepartijen aangedragen als zijnde van, ja, dan hoeven we hem niet te spreken. Terwijl hij de enige man is die het antwoord op de heilige vraag kan geven. En Caroline van der Plas vond het welletjes. Ja, die raakte aardig gefrustreerd. Die wilde de ruimte ook verlaten. Caroline van der Plas is trouwens van BBB, de Boerburgerbeweging, voor het geval mensen dat nog niet weten. Laten we even kijken naar het fragment. Voorzitter, ik maak daar nog een punt voor. Ik verlaat het debat. Ik vind het zo'n... Ik ook. Nou, sorry, ik vind het zo'n ongelooflijke poppenkast. Wat hier nu... Ja, dat kunt u nou ja zeggen. Mevrouw van der Plas. Nee, sorry, maar dat is mijn mening. En ik hoef op dit moment niet meer bij dit debat te zitten. Mevrouw dat Plas, is mijn, dat, is, dat is prima dat u dat mening is. Maar wij gaan gewoon door met het debat. Ik wilde even dit ordegedoetje afmaken. En dan krijgt u van mij het woord. Mevrouw Thielen. Ik voel me echt geschoffeerd, oprecht, door een aantal van de mensen die nu het commissiedebat verlaten omdat het niet gaat zoals zij het willen. Tenminste, dat is het gevoel dat ik krijg. We hebben allerlei afspraken, reglementen van orde. Daar worden democratisch door deze Kamer regels over gemaakt en werkwijzes en weet ik wat allemaal. En dan gaat het niet zoals mensen willen en dan gaan ze met op hoge poten het debat verlaten. Terwijl we hier een belangrijk debat hebben waar we al maanden met elkaar ons naar uitkijken. Ja, soms gaat het niet zoals je wil, maar om dan weg te lopen. Ik voel me echt geschoffeerd als lid van deze commissie. Dat wou ik even zeggen, persoonlijk. Dank u wel. Iedereen heeft de gelegenheid gehad om wat te zeggen. Mevrouw van der Plas, u had al gelegenheid gehad, maar... Ja, nou, ik denk dat het ook een beetje persoonlijk tegen mij is, omdat ik het een poppenkast noemde. Dat is gewoon een grote frustratie.
Er worden voor mijn gevoel allemaal blokkades opgeworpen. Ik ga dit echt stoppen. Nee, want, wil, nee. Want we gaan ik niet wil er nog één ding nee, over. Maar kijk, ja, dat mensen weglopen. Zakelijk dan, alstublieft. Ja, zakelijk. Dat mensen weglopen uit een debat. Dat komt wel vaker voor hier in het huis, kan ik u vertellen. En daar mag u zelf over terugdenken. Mevrouw van der Plas, dank u wel. Ja, help ons even herinneren waar dat ook alweer over gaat. Dat mensen wel eens vaker weg. Sorry, ik vind het zo... Het is nou, leuk dat je dan kan lachen. En die voorzitter, Bart Smals heet hij volgens mij. Man kan geen orde bewaken. Zit maar op zijn knopje te drukken, er doorheen te praten. Dat is Vera Bergkamp in het kwadraat, exponentieel. Maar inderdaad, welke sneer geeft Carolien bij? Een jaar of anderhalf geleden zou er gestemd worden over of de zorg meer salaris zou krijgen, omdat ze zo hard hadden doorgewerkt tijdens de pandemie en met gevaar bij wijze van spreken voor eigen leven en eigen gezondheid. En op het moment dat die stemming ingaat, staat de voltallige VVD-fractie op. Ik weet niet of mensen zich nog kunnen herinneren. Ja. En benen massaal de zaal uit om die stemming te frustreren. Dat was voor de stemming. Dit is na de stemming. De oppositiepartijen concluderen, ja, wat doen wij hier eigenlijk? Stappen eigenlijk meer uit protest op dan om de boel te frustreren. En dan voelt mevrouw Thiele met meer boter op haar hoofd dan Edam nodig heeft om hier het komend weekend het kerstdiner te bereiden. Dat ze zich geschoffeerd voelt en dat dit democratische regels zijn. Ja, dit is natuurlijk de omgekeerde wereld. Het is schofferend dat coalitiepartijen blokkeren dat de man die het antwoord kan geven op de heilige vraag in dit debat, dat ze die beschermen en de hand boven het hoofd houden. Terwijl die man zelf al lang gezegd heeft, ik wil wel medewerking verlenen. Dus hier zie je heel duidelijk het punt wat ik wil maken vandaag in mijn totale bijdrage, is als de coalitie ergens voor gaat liggen, in opdracht van wie, blijft een grote vraag. Maar het lijkt wel alsof ze meer naar het kabinet luisteren dan naar de volksvertegenwoordiging. Ja, dan staan we met lege handen. En dan wordt er dus ook niet meer naar het volk geluisterd. En dat is een trend. Ik vond in mijn onderzoek voor deze bijdrage zelfs een artikel uit 2019... waarin een columnist daar al iets over zei, dat D66, VVD, ChristenUnie, CDA in hun coalitie de oppositie eigenlijk volledig buitenspel zetten. Nou, dat is echt het thema voor mij van 2022. Pieter Omtzigt heeft daar tijdens de algemene beschouwingen dit jaar al een hele duidelijke opmerking over gemaakt. Dat heeft godzijdank de pers ook gehaald. Die teneur werd toen ook wel duidelijk. Ja, we zien dat hier ook in beeld van het Nederlands Dagblad is dat geweest. Ja, de oppositie aan coalitie stemt tegenvoorstellen niet steeds weg. En afgelopen december was het weer eens zover in de Kamer. Ik zal ook even leggen hoe deze situatie is. Er was een voorstel of een motie geweest over de Europese identiteit, de digitale identiteit. De Kamer had, inclusief coalitie, een motie gestemd waarin dat Nederland daar niet mee akkoord zou gaan. Althans, niet zomaar. Minister Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitale Zaken. Ik denk dat ze twee departementen over hadden, maar één minister. Dus hebben ze maar bij elkaar gevoegd. Dat heeft natuurlijk geen zak met elkaar te maken. Maar toch, van Huffelen heeft die motie vrijdagavonds naast zich neergelegd. En op maandagochtend heeft Nederland binnen de Europese Unie ingestemd met de plannen rondom de Europese digitale identiteit. En Renske Leijten stelt daar op maandag of dinsdag daar vragen over. Van ja, maar ho, dat kan zomaar niet. Dus zij doet een interpellatieverzoek, zoals dat zo mooi heet. Wat is dat? Letterlijk betekent het dat je de minister aan de tand gaat voelen in een 1-op-1 gesprek. Kom eens even hier en hoe is dit gegaan? Ja, laten we even kijken naar het verzoek van Renske Leijten van de SP en hoe hierop gereageerd werd. Dit is wel op vele vlakken ernstig. Het heeft te maken met de positie van ons parlement en aangenomen moties, maar zeker ook onze positie in het parlement, of positie van het parlement in Europese besluitvorming. En daarover zou ik graag een interpellatie willen aanvragen met staatssecretaris voor Digitale Zaken. Mevrouw Bikker, ChristenUnie. Voorzitter, ik vind het goed om over deze brief ook verder door te spreken. Dat kan in een later commissiedebat. Geen steun voor de interpellatie. Mevrouw Rykowski, VVD. Geen steun voor het verzoek. En mevrouw Van der Laan? Geen steun. Ja, de heer Bontebal nog even. CDA? Geen steun. Wat hier gebeurt, mijn mond valt open. De fundamentele rechten van de Kamer worden aangetast. De Kamer doet een eenduidige uitspraak, breed gesteund. Relatief breed, laat ik het zo zeggen. En wordt het niet uitgevoerd, dan wordt er een interpellatie op aangevraagd.
terecht. Complimenten voor mevrouw Leijten dat ze daar de vinger bij legt. En er is een coalitie die zich de tanden laat uittrekken, die de Kamer de tanden laat uittrekken en zegt van nee, geen steun. Mensen, dit kan toch niet waar zijn? Ik sluit me volledig aan bij de heer Bisschop. Als je tandenloos wilt worden en als je als 77 coalitieslaven wilt opereren, dan moet je dit doen. Ja, ik ga hem hier maar gewoon een keer noemen. Als u hier een motie aanneemt en die motie is van de regeringspartijen, dan wordt die uitgevoerd. Is die van de oppositiepartijen en er wordt niet uitgevoerd, dan mag er niet over gesproken worden. Voorzitter, dat is ernstig in de staatsordening. En dat er dan ook geen enkel woord van de coalitiepartijen is over wat ze vinden dat er hiermee moet gebeuren, dan is de stemming de afgelopen anderhalf uur natuurlijk ook gewoon waardeloos geweest. En voor mij is dit het politieke dieptepunt van dit jaar en qua debat vreugde, want ik kijk er altijd met heel veel plezier naar. En dit jaar niet veel meer gemaakt worden. Maar kijk, meneer Bisschop is een zeer integere man, SGP, spreekt zich echt niet zomaar uit. En hij staat hier letterlijk met zijn handen in de lucht. Wat is dit? En dan zitten mensen thuis te kijken van, ach, Igor heeft weer een mopper dingetje. Maar dit is, jongens, Nederland. Wij gaan één keer in de vier jaar naar de stembus. Daarin kiezen wij die mensen die daar op die blauwe stoeltjes zitten in de Tweede Kamer. Vervolgens moeten die onze stem vertegenwoordigen. En als een minister die onder toezicht staat van die Kamer, dus van ons, Democratos, wij zijn de demos en wij spreken, Kratos, wij regeren. En die zegt gewoon, doen we niet, daag. Ja. Weet je, dan voor wie, voor wat, dat kun je niet rechtbreien. Dus dit is uiterst. Dit staat de democratie dus in de weg. Dit is erger dan dit heb ik het in Nederland, denk ik, niet eerder. Maar dan moet ik weer denken aan wat jij eerder hebt gedeeld in jouw stuk. Dus dat het een wetsvoorstel om democratische gekozen partijen dan te verbieden. Ja. In hoeverre geldt dat dan ook voor dit soort gevallen? Nou ja, je zou kunnen stellen dat de partijen die in de coalitie zitten zelf de democratie ondermijnen en dus inderdaad ook vallen onder dat wetsvoorstel wat ze nu zelf aan het invoeren zijn. Maar ik denk wat nog een ander punt is, dat wat je hier ziet is eigenlijk ook het probleem is, dit is inherent aan onze parlementaire democratie. Want je stemt inderdaad, er is gewoon geen meerderheid voor steun voor dat in die interpellatieverzoek. Dus dat is democratisch dan besloten dat we dat niet gaan doen. Er wordt daar gevraagd, wat is de positie van het parlement? Ja, die is er niet meer sinds we in de Europese Unie zitten. En alles in Brussel wordt bepaald. Daar hebben ze zelf waarschijnlijk eerder al voorgestemd. En een motie is ook eigenlijk een tandenloos middel. Want het is een verzoek aan het kabinet om iets te doen. Een verzoek is niet een plicht. Dus zij kunnen elke motie naast zich neerleggen die zij willen. En je ziet nu, omdat we in Nederland heel vaak werken met partijen die graag een meerderheidscoalitie willen en zo een kabinet willen vormen. Waarom? Zodat je 4 jaar lang weet, ja, mijn wetsvoorstellen komen er wel doorheen, want ik heb de meerderheid in de Tweede Kamer. En vroeger was D66 was hier verderop tegen, onder leiding van Van Mierlo. En die zei, dit moeten we niet hebben. Je moet geen Tweede Kamer hebben die de minister-president en het kabinet kiest. Dat moet je de stemmer zelf laten doen. Maar nu werken we zo. En dan zie je dus inderdaad dat je eigenlijk een parlement hebt wat inderdaad, zoals Omtzigt zegt, tandenloos is geworden. Ja, het heet coalitiedictatuur. Dat is daar een populair woord voor. Ja, dus eigenlijk wordt dan democratie gebruikt om minder democratie te genereren. Ja, zo zou je het kunnen stellen, ja. Nou, en het mooie is, je zou dan denken, ja, maar die partijen, de coalitiepartijen, zijn het dan intern allemaal wel eens. Maar dat is niet zo. We herinneren ons misschien afgelopen zomer nog het VVD-ledencongres, waarbij eigenlijk met 51% van de stemmen tegen de stikstofplannen werd gestemd. Rutte komt aan het eind buiten, spreekt de media toe en zegt, dat is leuk, maar daar gaan we niks mee doen, want het gaat gewoon door. Je hebt het nu over de spreidingswet, toch? Nee. Het ging over de stikstofwet, dat is van de zomer. Okay. En het is later nog een keer gebeurd, dat ging wel over de spreidingswet, waarbij de fractie van de VVD ernstig verdeeld is. Het is ook een belangrijk verkiezingspunt van de VVD geweest. Minder asiel, minder immigratie. We gaan dat terugdringen. Nederland heeft die ruimte gewoon niet. En Rutte komt vervolgens bij een fractievergadering binnen. Slaat daar wellicht met zijn vuist op tafel of spreekt wat NLP-toverwoorden. En Rutte beheerst het NLP ook erg goed. En laat Sophie Hermans vervolgens de kolen uit het vuur halen. En ze heeft daarvoor ook nog eens helemaal geen verbale munitie meegekregen, volgens mij.
Dus het standpunt wat VVD had, dus minder over het verkleinen van de migrantenstroom, daarvan heeft Mark Rutte uiteindelijk gezegd, nee, dat willen we toch niet. De fractie wilde tegen de spreidingswet stemmen, zo heet die. En Mark Rutte heeft ervoor gezorgd dat dat toch gebeurde, dat ze daar wel mee in zouden stemmen. En hoe reageert zo'n fractie dan daarop, vervolgens? Dat weet ik niet, want dat blijft een beetje uit... We hebben wel een deel of een gedeeltelijke reactie van Sophie Hermans. Ze vond het namelijk een heel pittig gesprek. Laten we even gaan kijken. Een pittige fractie gehad en een stevig gesprek gevoerd. Zowel met Mark als met elkaar, met de fractie onderling. En we hebben hem vragen gesteld over wat nou zijn inzet is als voorman van de VVD. Als onze partijleider, wat zijn inzet is om die instroom naar beneden te brengen. Een pittig gesprek, zoals ik zei, wij kunnen als fractie, ondanks een aantal bezwaren, de spreidingswet dragen. Maar welke toezeggingen zijn er gedaan dan? We hebben een pittig gesprek gevoerd. En we hebben het heel lang met Mark samen, met Mark Rutte als voorman van onze partij gehad, over de instroom en de zorgen, de grote zorgen die er in de VVD-fractie leven, over die hoge aantallen en dat die naar beneden moeten. Waar moeten we aan denken dan? Wat kunt u beloven aan de achterban om die instroom te beperken? We hebben een pittig gesprek gehad. Ja, dat weet ik, maar wat kunt u beloven? We hebben een pittig gesprek gehad. Sorry. Oké, ik heb de aantal keren dat ze pittig gesprekken... heb ik gemarceerd in mijn transcript van dit hele filmpje. Vaak heb je het woord pittig gehoord. Ja, en doorgezaagd heeft ze ook een paar keer gezegd. Het was eigenlijk een hele hete sessie. Soort Hans Klok doorzagen, maar dan pittig. Ja, weet je, dit is zielig eigenlijk voor Sophie Hermans. Ze is al de tassendrager, maar dan moet ze ook nog de hete kolen... of de hete kastanjes uit het vuur halen voor hem. Ja, hier zie je letterlijk dat als een minister-president... ze moet hem hier Mark noemen, want als Mark is hij de voorman van VVD. En VVD is geen lijsttrekker, maar VVD heeft een voorman. In die hoedanigheid, als VVD'er, heeft hij zijn clubpie toegesproken. Simpelweg omdat hij als minister-president en natuurlijk als eurofanaticus, ik denk daar al, ik gok hè, lang geleden afgesproken heeft. Nee, joh, gaat gewoon door. Ik lul ze wel om. Maar arme Sophie, ze haalt al zo makkelijk. Moet nou dit probleem oplossen? En ze heeft, je kunt gewoon horen, ze heeft geen enkele inhoudelijke of verbale munitie meegekregen. En zo zie je dat zelfs, niet alleen binnen het parlement, binnen de Tweede Kamer, maar ook binnen de eigen fractie, heerst een compleet andere agenda dan wat wij Nederlanders... en er zitten ook heel veel wij Nederlanders in de VVD en in de D66-groep... het volgens mij helemaal niet mee eens zijn. En die sturen wel iedere keer hun poppetjes, hè, hun mevrouw van den Berg... of hun mevrouw Bikker naar de interruptiemicrofoon... om dan tegen allerlei zinvolle moties... want dat zijn ook nog eens moties waar je denkt, daar kun je helemaal niet op tegen zijn... te stemmen, is heel triest. En het leuke is, Gideon van Meijeren voelde mevrouw Thiele daar recentelijk over aan de tand. Hè, van ja, nu stemt u tegen een motie waar u een tijdje geleden om vroeg. En toen zei ze, ja, maar toen was hij te scherp geformuleerd. En Gideon van Meijeren leest letterlijk voor hoe die motie toen geformuleerd was. En het was exact dezelfde zin als die ze toen hadden neergelegd. Ja, dus stond mevrouw Thiele een beetje met lege handen. Want ja, ze voeren gewoon een heel... Ja, ik kan het niet anders in een raar beleid. Maar in het kader van jouw verhaal ook. Dit is ondermijning van de democratie zoals die hoort te zijn. Dus niet zoals die nu is. Want dat is ook prima, dat stelsel op de schop gaat. Eén keer in de 4 jaar naar de stembus en verder niks meer te zeggen hebben. Mm. Ja, weet je krijgt dan propaganda van tevoren. Je krijgt verkiezingspraatjes. NOS is niet helemaal eerlijk. En de NPO in de verdeling van wie aan welke talkshow kan komen. Er is geen eerlijke verdeling tussen zetelverdeling of peilingen... en het aantal politici wat dan aan de tafel komen. Dus mensen krijgen een eenzijdig beeld te zien, moeten op basis daarvan die stembus in. En als ze dan eenmaal gestemd hebben, wordt alles in de prullenbak geschoven. Ja. Dus, Igor, jij noemde dit dieptepunt van 2022. Dus dat betekent dat het volgend jaar alleen maar beter kan worden, hè? Zeker. Daar hopen we op. Met die positieve woorden gaan we afsluiten. Dankjewel. Ja.